Hallo, ik ben Kees. En ik ben Kees. Wij zijn hier op de UT. In Enschede. We zijn hier voor de Campus Challenge. Dat heeft iets met internet te maken. Kees, het snelste internet. Van Nederland. Ja, daar weten ze hier alles van. De dikste bandbreedpijp van Nederland, waar ligt dat? Ik zou het niet weten. Het dynamische lichtpaard, waar ligt dat? Een blauwe ding. Kijk, de dikste bandbreedtepijp van Nederland. Dat is de riolering, Kees. Ik dacht, we komen op de UT, want ze hebben hier een campus challenge. Weet u daar dan wat van? Nee, maar ik weet wel dat ze dingen niet zoveel dus. Oh, u bent eerstejaars. Ja. Nou, dan kijken we nog even verder, dank u wel. Het dynamische lichtpaard, waar ligt dat? Ik praat geen Nederlands. Oh, ik versta je toch behoorlijk goed hoor. Ja, dat is goed. Ik ook. Hij weet niet wat het is. IPv4 dan? Nee, ook niet. Iemand zei, het zit onder de grond. Nee? Nou Kees, ja. Ik weet niet precies waar we zijn, maar nee. Ik heb het gevoel dat het warm aan het worden is. Letterlijk. Hier behoorlijk warm. Eentje verder. Kaas. 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 Ja. Ja, daar zit geen Kees bij. Hier, als je die kant op gaat, is een klein bruggetje. En daar omheen draait het dynamisch lichtpad. Aha. Ik heb even een vraag. Een vraag over wireless access point. Hallo? Niet wakker te krijgen. Nou, de conclusie is eigenlijk dat ze er hier helemaal niks van weten. Dus ik zou zeggen, kom naar het Campus Challenge event. 15 april, dinsdagmiddag. Schrijf je in. Dit filmpje was het begin, eigenlijk het einde van ons Campus Challenge project. En het begin van het Campus Challenge event. Hiermee hebben wij aan de Universiteit Twente, aan Surfnet, SIDN, alle andere betrokkenen kenbaar gemaakt wat wij hebben gedaan tijdens de Campus Challenge. Wij gaan daar straks over praten. Jan is al aangekondigd, die gaat op de techniek in, want daar moet ik helemaal niet over praten, want dan laat ik alle verkeerde begrippen op verkeerde moment vallen. Ik ga eerst in op een stukje organisatie rondom de Campus Challenge. But before I start with my presentation, I want to say something to you. You had the result of the game Nederland-Korea, 2-1. We call it the Guus Hiddink effect. And Guus is for the second time our coach. Okay. Wij wilden jullie uit de slaap houden. Ik hoorde de eerdere spreker al zeggen, uit zijn streek kwam brand, komt brandbier. Ik maak natuurlijk reclame voor Grols, uit Twente Grols. En ik denk dat Grols meer smaken heeft dan brand. Maar ik ben geen bierdrinker. Tijdens de voorbereiding van deze presentatie heb ik terug moeten denken aan de Surfnet relatiedagen van 2012. Erik Heuser, ik heb hem vanmiddag gezien, maar ik weet zo niet of hij in de zaal is of niet. Maar ik zie geen... Oh ja! Naamgenoot, ik kan even zwaaien. Die had 2 jaar geleden een presentatie Back to the Future. Hij liet heel mooi zien in 2018 wat de verwachtingen waren, wat de uitkomsten waren van projecten die gedaan waren. Ik heb daarna gekeken, maar er bleef mij eigenlijk maar één ding over. Dezelfde mensen die nog bij Surfnet werkten. En vanmiddag werd ik onder andere door Ida begroet. En ze heeft gelukkig nog steeds geen rimpels, dus volhouden zo. Maar het viel mij op tijdens die presentatie, heb jij het niet gehad over de Campus Challenge. En ook niet over de resultaten. Dus op een van de gebieden ben je het een klein beetje naast geweest. De terugblik is geen goede terugblik geweest. Maar we komen er wel. Campus Challenge, wat is dat? Voor de mensen die daar niet van op de hoogte zijn geweest. In 2012 is er een call for proposal geweest van Surfnet. Met SIDN voor ICT-innovatie in het hoger onderwijs en onderzoek in Nederland. Gericht op het verbeteren van de netwerkvoorzieningen. Dat klinkt al goed, dat wil iedereen doen. Aangesloten instellingen konden tussen de 2 en 5 ton ontvangen. Maar toen kwamen de kleine lettertjes.
De instelling dient tenminste hetzelfde bedrag te investeren. Dat zou een probleem kunnen opleveren. Maar gelukkig, bij ons werd er gewerkt aan de visie 2020. Het is eigenlijk een modewoord geworden, want overal wordt eraan gewerkt. Ik heb gezien Eindhoven werkt met de visie 2020, Korea, Super Korea 2020. He walked around at our campus. Maar er staan wel enkele bruikbare begrippen in. Stonden voor ons bruikbare begrippen in. Streven naar een excellente campusinfrastructuur. Campus as a field lab. En we moeten laten zien dat de netwerkinfrastructuur continu verbeterd wordt. We kunnen dat ook met andere woorden gaan vertalen. Vooroplopende netwerkvoorzieningen. Dat hebben we altijd al gedaan. Als we kijken, als we gaan googlen op het snelste netwerk ter wereld. Ik heb de sheet er niet tussen staan, maar dat komt twee keer op de eerste plaats naar voren, Universiteit Twente. Dus dat willen we in ieder geval volhouden. We willen een vertrouwde en een verbindende infrastructuur hebben. Woorden van het college van bestuur, maar er zit wel heel veel in. Vertrouwde en verbindend. En niet alleen verbindend binnen de organisatie, maar ook verbindend tussen organisaties. Maar ja, dan moet je tot een resultaat komen. Hoe doe je dat? Want de inzet, de motivatie, was er eigenlijk nauwelijks. Vanuit de techniek, moet dat nou? We hebben het al zo druk. Vanuit de gebruikers, we hebben het net kunnen zien in dat filmpje. Wat is dat? Wat houdt dat eigenlijk voor ons in? Ze zien ICT, ICT-netwerkvoorzieningen als water en elektriciteit. Maar vanuit het management werd het wel aangepakt. Wie pakt aan, zoals we het op Twente zeggen. Maar het is ook, we beginnen eraan, we zien wel waar we terechtkomen, we pakken de juiste mensen bij de kop en we gaan er echt voor. Maar ja, dan moet je een aantal zaken bij elkaar brengen om een resultaat te krijgen. En ik heb het recept genoemd. Want zo is het wel gegaan. Het is op het laatste moment, 14 dagen voor de sluiting van de inschrijving, zijn de mensen bij elkaar gekomen. We hebben een rookvrije kamer gepakt. Heel veel potten koffie naast het koffiezetapparaat. Creatieve UT-medewerkers. We hebben uit een aantal ICT-leerstoelen mensen gevraagd. Die hebben ook deelgenomen in de discussiesessies. Om met hun ideeën, met hun toekomstige toepassingen te komen. We hebben innovatieve studenten en studentengroepen erbij gehaald. We hebben heel veel gekleurd papier gehad. Het is heel jammer dat er geen foto is gemaakt, maar de hele wand. Die hing vol met gekleurde blaadjes. Die post-its, ik wist de naam niet meer. De post-its waar allemaal de ideeën op stonden. Geplakt op papier van groot formaat. Maar wat heel belangrijk was, we hebben een aantal goede schrijvers betrokken. En ik begon er al mee, we hadden een te krappe deadline. Maar het heeft wel wat opgeleverd. Toen het geheel werd gemixt, samengevoegd tot een projectvoorstel. En er kwamen mooie zinnen in voor. Innovatie van een netwerkinfrastructuur. En het is tussen alle gebouwen. Wij hebben een campusuniversiteit. Er wordt zowel gewoond als geleefd op de campus. Gestudeerd als geleefd en gewoond op de campus. Het hele gebied werd betrokken. En er werden nog een paar mooie woorden bij gezet. Dynamic networking, dynamic services en IP-netwerkingen. En volgens mij stond dat ook in de proposals, de call for proposals, dat die begrippen gebruikt zouden moeten worden. We hebben het verder voorgebakken in die 14 dagen. We hebben een resultaat gekregen. We hebben het voorgelegd aan het college. En we hebben daarbij gezegd dat de Campus Challenge voor ons zou moeten leiden tot een snelle levering van bestaande en nieuwe netwerkdienstverlening. Door het college te vertalen als we hebben geld nodig. We kunnen zorgen voor een vroegtijdige beschikbaarheid van nieuwe technieken. We hebben geld nodig. We hebben nieuwe mogelijkheden voor innovatie. We hebben heel veel geld nodig. Het college stemde in. Het is een mooi rapport geworden. Er is een strik omheen gedaan. En het is opgestuurd naar Surfnet. En toen? Het resultaat. Een spannende periode. Zou het wel goed genoeg worden bevonden? Zou het goedgekeurd worden? Maar het verlossende woord kwam. We kregen een hele flinke subsidie. Maar we moesten er zelf, wat al eerder gezegd werd, hetzelfde bedrag bij doen. We hebben het dubbele bedrag er uiteindelijk bij gedaan.
We hebben 4 innovatieve projecten gehad. Die in korte tijd uitgevoerd moesten worden. En waar heel veel werk aan verbonden was. En dan gaan we aan de slag. Hey, als jij je studentnummer en je wachtwoord, weet je dat? Ja. Dan kunnen we op je mobiel even je internet voor je instellen. Dan heb je gewoon automatisch wifi op de campus. Vet relax. Welkom in onze kopstation. Dit is waar wij onze tv maken. Zowel de analoge tv die je mooi thuis op je hele oude beeldscherm of op je nieuwe LCD tv kan kijken. En IPTV wat je op je computer kan kijken of met een set-top box. In totaal bieden wij 200 zenders aan, waarvan 150 via IPTV. En ja, dat is eigenlijk meer dan de meeste van onze concurrenten die commercieel zijn. Alles wat we doen is non-profit, gerund door studenten. Dus daarom zijn de prijzen laag en kunnen we eigenlijk gewoon veel content bieden. We staan nu bij het T-huis. Dat is een computer, dat is een datacenter. En onder andere komt hier de surfnetverbinding binnen. Dat zijn een hele rij glasvezels. En die worden hier naar binnen geleid en daar staat ook de surfnetapparatuur. Dit is de core switch van surfnet. Hier komen alle belangrijke verbindingen binnen en die worden vanaf hier weer gedistribueerd naar de verschillende klanten. Een van de klanten is Universiteit Twente. En we hebben 2 poorten nu op Surfnet. Eentje voor internet, voor IP. En 1 poort is de multiservice poort. Dit is de verbinding naar Surfnet 7, dus multiservice poort. En die gaat boven naar de speciale switch, de Pika 8. Nou, heb je al aangebeld? Nee. Ah, we hebben veel huizen hier om uit te kiezen, dus uiteindelijk... Nee. Maar het kan best zijn dat je er 3 keer bij langs moet. Het leeft. Hey, wij wou wireless-doosjes vervangen. Oké. Okay. Is iedereen wakker? Want ik denk, jullie moeten wel boren, of niet? Nee. Die is simpel. Hallo. Andere internet. Als je je eigen draadloos niet echt nodig hebt voor iets interns, dan zou ik die uitzetten. Want anders dan zet je elkaar alleen maar dwars. Ja, een beeld zegt meer dan 1000 woorden, zeggen we wel eens. Meestal is het inderdaad heel erg leuk om het even te laten zien van wat we gedaan hebben.
Ik ben Jan Markslag. Ik wil even kort wat vertellen over de technische realisatie van het Campus Challenge project. We hebben het onderverdeeld in 4 thema's. Hoe dat gaat. Wireless Campus met IPv6. Dynamische lichtpaden tot op de werkplek. Glasvezels op de campus en DNSSEC. De Universiteit Twente is een campusuniversiteit met ongeveer 7000 studenten, waarvan ruim 2000 op de campus wonen. In de campuswoningen bieden we al ruim 20 jaar netwerkvoorzieningen aan. We doen daarover zelf het beheer en dat doen we inderdaad samen met studenten. Dat is, voor zover ik dat hoor, vrij uniek. In ieder geval, ons campusnet is eigenlijk een geweldige infrastructuur om wat nieuwe technieken uit te testen. Dit doen we ook inderdaad heel veel samen met studenten. We hebben op het netwerk 350 access points vervangen. Die waren zwaar verouderd. En in ieder geval nadat we de access points vervangen hadden, in ieder geval, was het hele wireless netwerk weer volledig op orde. En hebben we IPv6 kunnen aanzetten op het netwerk. We werken op het vaste netwerk eigenlijk al een aantal jaren met IPv6. Dat gaat doorgaans vrij goed. En ook de technische studenten die vragen inderdaad om dat soort technieken, om dat te implementeren op je netwerk. Ook op vaste netwerk zochten we een nieuwe uitdaging om te doen met IPv6. Daar hebben we de vereniging Campuskabel voor gevonden. Dat was de studentenvereniging die je net in het filmpje hebt kunnen zien. Een hele enthousiaste vereniging. Zij hebben een IPv6 streaming server gebouwd. En wij hebben als ICT-club de netwerkinfrastructuur omgebouwd. Zodat die ook geschikt is voor de IPv6. Normaal gesproken, als je IPv6 op je netwerk draait, hoef je eigenlijk alleen maar de core van je netwerk aan te passen. Wil je IPv6 streaming gaan doen, dan moet je echt de hele netwerk moet dan IPv6 aware zijn. Dus ook alle switches in je netwerk die moeten naar IPv6 kunnen praten. Een ander leuk project wat we gedaan hebben is wifi in de binnenstad van Enschede. 2 jaar geleden inderdaad kwam ik hier Jeroen van der Lagemaat tegen op de Servnet. Relatiedagen. Hij vertelde me toen dat hij bezig was met het aanleggen van een wireless netwerk in de gemeente Enschede. En ja, ik kon eigenlijk toen Jeroen heel makkelijk overtuigen dat het gemiste kans zou zijn als we geen Ethernet op dit netwerk zouden aanbieden. We hebben vervolgens 2 netwerken gekoppeld met elkaar en de UT die verzorgt nu de authenticatie voor dat netwerk en ook het dataverkeer vanaf het wireless netwerk in Enschede naar Servnet gaat via de UT. Een leuke bijvangst van dit project was dat in ieder geval Enschede Stad voor Nu netwerk biedt. Dat is eigenlijk een netwerk waarop je eigenlijk zonder login toegang kunt krijgen. We kregen al heel lang de vraag vanuit de UT van kunnen jullie niet een laagdrempelig netwerk aanbieden voor de UT-gasten. Dat mocht met de Servnet-voorwaarden in de hand konden we dat eigenlijk nooit realiseren. Maar wat we nu gedaan hebben, via de koppeling tussen die 2 netwerken, hebben we het SSID-Servnet, of Enschede Stad voor Nu, op het UT-netwerk geïmplementeerd. En het dataverkeer laten we nu via de gemeente Enschede lopen. Dus daar hebben we als Universiteit Twente niks meer mee van doen. Dit gaat zo in zijn werk. De gebruiker die inlogt op het Enschede Stad voor Nu SSID, die krijgt de promopagina van de gemeente Enschede te zien met een aantal sponsors. In ieder geval links onderaan de pagina staat de knop verbinden en je hebt toegang tot internet. Het is wel een beperkte internetverbinding, een beetje vergelijkbaar met wat men in de trein biedt. Belangstelling voor wat meer informatie over deze eerste projecten. Er is een Servnet flyer van verschenen en de informatie staat ook op de website van Servnet. De Universiteit Twente is ook bezig met de snelheid van het netwerk te verhogen, om daarmee nieuwe technieken mogelijk te maken. We zijn sinds eind vorig jaar op basis van 40 gig gekoppeld met Servnet 7. En we zijn bezig alle onderwijsgebouwen te koppelen op 10 gigabit per seconde.
Nog eventjes over Surfnet in de hoogste versnelling. Toen ik 25 jaar geleden bij de universiteit binnenkwam, hadden we nog een 9600 bps lijntje als hele universiteit. Dus dat betekent in die tijd dat we inderdaad een factor 4 miljoen nog weer zo snel zijn geworden met onze Surfnet verbinding. We hebben straks inderdaad een mooie multiservice poort, maar dan willen we dat ook graag op een flexibele en dynamische manier kunnen aanbieden aan onze onderzoekers en studenten. En ja, we zijn eigenlijk kijken van hoe moeten we dat gaan doen. We hebben een testnetwerkje gebouwd. We zijn daar wat aan het testen met OpenFlow en software-defined netwerking. Dat zijn inderdaad de nieuwe technieken voor het toekomstige netwerk. In ieder geval wat eraan staat te komen is dat we naast server virtualisatie ook het netwerk gaan virtualiseren. En ik denk inderdaad dat die stap toch ook vrij dichtbij is momenteel. Je hebt net al gezien, in ieder geval de universiteit is een hele groene universiteit met heel veel groen. En in dat groen worden heel regelmatig evenementen gehouden. Voorheen moesten we altijd glasvezelkabeltjes gaan uitrollen. We hebben op al die velden een evenementenkast neergezet met daarin vast en draadloos netwerk en elektriciteitsvoorziening. Op deze manier kunnen we heel makkelijk evenementen faciliteren op de campus. En het laatste project wat we hebben uitgevoerd is DNSSEC. We hebben een DNSSEC-implementatie gedaan en daarvoor hebben we onze hele DNS-infrastructuur opnieuw opgebouwd. Onze case staat op de website van SIDN helemaal beschreven, dus heb je inderdaad interesse, daar is de informatie te vinden. En tot slot wil ik nog even een filmpje laten zien. Met, is gemaakt door een UT-student, Emiel Harmsen. Heeft ook de muziek inderdaad speciaal bij dat filmpje gecomponeerd. Dat was het. Bedankt voor uw aandacht.